De vraag is, wat is jouw minst favoriete dagelijkse bezigheid? Ik ga de vraag gewoon veranderen. Ik ga hem veranderen in, wat is jouw meest favoriete bezigheid? Want die past heel erg bij mij en dat is koken. Ik vind koken het allerleukste. Het eikpunt in mijn dag waarop ik kan ontspannen, waar ik een soort therapeutische waarde uithaal. Ik ben er goed in, durf ik te zeggen. Dat komt denk ik ook omdat ik het heel leuk vind. En ik kook nooit hetzelfde en ik kook nooit volgens een recept. Dus de vrijheid daarin is ook heel fijn. De grootste fout die ik in mijn leven heb gemaakt... dat is cliché, maar die is er denk ik niet. Ik denk eerder dat je niet moet denken dat je grote fouten in je leven maakt. Ik denk dat het op dat moment de beste keuzes zijn en daar komt iets uit. Tenminste, zo is mijn leven gevormd. Er is een scène in Twin Peaks, die serie waar een Indiaanse detective ook in zit. En die zegt dan tegen Agent Cooper, de FBI-agent, zegt van... A path is formed by laying one stone after the other. En volgens mij is dat ook het leven, ja. Je gaat een riviertje over en je legt een steen neer en je gaat niet meer terugkijken. Ligt die steen verkeerd, want je bent alweer verder. Heel diepzinnig. Welke hoofdrol zou je willen spelen in een film? In ieder geval een psychopaat die moordzuchtig is. In ieder geval, het moet horror zijn of niet een... flatline romantisch karakter, maar meer de gek. Waarom moest er een kinderboek komen over de zeven smaken? Omdat kinderen alles leren, of proberen we ze te leren, kleuren, tellen, veten strikken, luisteren, maar ze hebben geen taal, ze krijgen geen taal aangereikt voor iets wat ze dagelijks, driemaal daags in hun mond krijgen. Dat een kind begrijpt waarom bitter hem tegenstaat, of haar tegenstaat, omdat het waarschuwt voor gif of onrijpheid. Dat vond ik een gemis. Het boek is fictie geworden, omdat ik denk dat smaken meer zijn dan iets abstracts. Ik denk dat ze driedimensionaal zijn en dat ze kleur hebben, dat ze emotie hebben en dat ze cultuur hebben. En dat heb ik in het boek, in het fictieboek, probeer te verbinden. En dat is ook de relatie tussen vader, de chef en dochter, die nog niet kan koken en proeven en uit elkaar zijn gedreven door het verlies van een moeder. En smaken brengen ze weer samen. Dus daarin is het, behalve een taal voor eten, ook een taal voor leven of voor een relatie. Wat is mijn favoriete smaak en waarom? Favoriete smaak is umami. Die omschrijf ik in mijn boek. Het is hartigheid, het is een smaak die in Japan iets meer dan een eeuw geleden ontdekt is eigenlijk en officieel smaak daar werd en hier wat later. Het is een smaak die je pas mist als die er niet is. En die wordt omschreven door Ikeda, het smaakspook umami, als een warm bad waar je in gaat zitten. Die heel veel bij mensen teweeg brengt en ook wel met een soort orgastisch geluk wordt vergeleken. En je mist hem dus als hij er niet is. Dus alle vleesvervangers zitten vol met umami smaakmakers. Hoe krijg je een 8-jarige aan de broccoli? Interessanter is, hoe krijg je een 8-jarige aan lof, aan spruitjes of aan artisjokken, bittere groenten? Dat is in mijn ervaring door erover te vertellen. En dus te vertellen dat bitter een stoplicht is, dat eerst op rood springt. Omdat je hele lichaam zegt, dit is gif of onrijp. Vervolgens op oranje, als je hem de tweede keer proeft, dan denk je, ja, het is wel iets. En de derde keer springt bitter op groen. En denk je, ja, dit heeft iets. En ik denk dat als je met dat soort verhalen je kinderen, maar ook zelfs volwassenen, verleidt, dat de kans groter is dat ze bitter gaan waarderen. En bitter is ook nog een smaak die medesmaken nodig heeft, zoals grapefruit. Heeft dat al in zich, dat is zuur, fris en een bittere ondertoon. Bitter komt nooit alleen. Waarom wilde ik dit boek schrijven? Omdat ik... waarom wil iemand de Mount Everest beklimmen? Because it's there. Deze kennis is daar en hij is nog niet
in een kindervorm geknutseld. Dat is denk ik de achterliggende gedachte.